Kapitein Gideon Musesi van het dorp Balling pleit voor ordening in het Matawai-gebied nabij kamp 21. De nieuwsdienst sprak de traditionele gezagdrager in het afgelopen weekend. Hij stelt dat sinds de mijnramp van 2023, waar 15 kleinschalige goudzoekers zijn omgekomen bij het instorten van een mijnschacht, er is geschreven naar de overheid, maar vanuit de zijde nog geen beweging is gekomen. Sinds dat ze niet zat, dat we betak naar Garalandi, bepje barada voede, barada pje voede, smafusa las libi. Voor brokopondo naar Asipalwini, dat we komek moeitifte, ubera la mala, do alasani. Dat bakayani ari ja, we kotak naar Garalandi, we schrijf brieven die alle de ministerie, die vice-president, die president, alle de minister, alle de bigi. Ondernemer, alle de consensie ouders, sa ab consensie na piswadra, u zijn wan birifi giden. U zijn wan bigi birifi sref gie, a bigi bodref. I am goal, tak u wan sereka presi. U wan sereka presi, wan de boy fu na presi furoko. De kapitein geeft aan dat in het gebied goudzoekers uit verschillende dorpen werken. Basja Roberto Elmond zegt dat er daadwerkelijk ordening nodig is, omdat hij wordt bedreigd door andere goudzoekers. Apprecieer na IM Gold Consensi. Alla mijn prospect want dat die fi u kauro ko vrij. I luku wan san figia dorpo. Maar nou, asan kotron na wan dictator. Luku de mai, alla di de mai bedreig mi tak de mai bro mi kampu. Bigi allanti a foto asanja moner bravo, moner abiamofo, isabi. Na adube bem kosere ka apprecieer na mi begi a voorbeeld. Na di ugo ne itaka san ne uko fersere ka apprecieer. Na un car, en een kapitein om de fak op ja. Maar ik een kari, ik een kar van verkader en ik kan aan die kobo, no zo probleem op sa. Alla die bedreig, kapitein edan en delegatie e bedreig me. Als aan dat no bungi mi, mi no koru no me tegi bigilanti, ne mek mi kar bigilanti ja, mek de man, mi no mak mo po ja guatra presi. Mi manaf ja, mi panaf ja, pe mo go, go sukumoni. Mi abip chisa igua a skoro a foto. Mum sorgu mi serefi. Elmond zegt dat het gebied eerlijk geëxploiteerd moet kunnen worden. Hij benadrukt dat de overheid een oplossing kan brengen in conflicten tussen goudzoekers en beheer van het gebied.